En hoe kunnen we ervoor zorgen dat je op een fijne manier bij de zorg ook kunt blijven werken. En om alvast dus met ze mee te denken en mee te kijken naar andere mogelijkheden binnen de zorg ook. Ga eens kijken wat je eigenlijk nog wel wilt en kunt. En mensen komen bij mij in contact als ze vragen hebben over het verzuim, als ze vastlopen, hè, als ze merken van nou het gaat niet meer in mijn functie, dat kan verschillende redenen hebben. Dat kan zijn dat het fysiek te zwaar is, kan zijn dat het organisatorisch hè, vanuit huis bijvoorbeeld niet meer te regelen is, dat het mentaal te zwaar is, dat kan allerlei redenen hebben. Het heeft ook te maken met medewerkers die graag op zoek zijn naar nieuwe uitdagingen. Vaak lange tijd op een bepaalde plek werken en zeggen ik zou wel eens een keer iets anders willen. Het liefst zouden we hebben dat mensen al na gaan denken op het moment dat ze eigenlijk twijfels hebben of zij de komende jaren hun functie nog kunnen uitvoeren. Dan zouden we eigenlijk graag al in gesprek met ze willen om te kijken als dit dan niet meer gaat de komende jaren, wat zou je dan nog wel kunnen om ze daarin te kunnen ondersteunen. En dat betekent ook dat we dus wel steeds meer de kanteling al zien richting die preventieve kant. Dus dat medewerker ook al zelf na aan het denken is over zijn toekomst en daar volgstappen in wil gaan zetten. We weten dat er gewoon veel te weinig mensen zijn in de zorg. Die zorgkloof wordt alleen maar groter. Dus ja, als we mensen enigszins kunnen behouden, dan doen we dat heel graag. Soms betekent dat je heel snel een match kan maken, omdat je weet op een andere plek is er een beschikbare vacature. Maar het kan ook zijn dat die er niet meteen is. En dan kijken we ook van nou, en als dat jouw uiteindelijke toekomst is, welke stappen kunnen we dan zetten om daar uiteindelijk te gaan komen? Ik ben 60, hè. Ik kreeg lichamelijke klachten, spierpijn, rugpijn. Het ging allemaal niet meer zo vlot en ik herstel ook niet meer zo vlot. En zo zijn we eigenlijk aan de slag gegaan om te kijken van welke vraag zit er nou achter, waar is Gerrit dan naar op zoek? Op dat moment krijg je op een gegeven moment het gesprek van hoe verder? En hoe kijk jij ook naar jouw loopbaan bij de zorgboog tot aan je pensioen? Hè? Hoe zou je dat vorm willen geven? Ik zat eigenlijk toch wel even met de handen in mijn haren. Want ja, ik wil graag mijn werk blijven doen. En ik moet gaan realiseren dat dat niet meer ging lukken. Nou, Gerrit is een bezige bij in onze organisatie. Heeft ook al vele functies bekleed in het verleden. En nog steeds is hij op verschillende fronten actief. Sanne heeft mij doen inzien, doordat ik zo graag die diversiteit heb, dat juist die cursussen geven, maar ook het ondersteunen in de ARBO, dat juist het Gerrits is. Dat is wat ik ben. Maar vooral ook wij als organisatie ook heel blij zijn en tevreden zijn over wat er uiteindelijk als resultaat uit is gekomen. En we gewoon een blij en tevreden medewerker hebben voor de toekomst. Ik zit nu heel wat relaxter in mijn vel. Ik heb nu het gevoel van, oké, we hebben iets rondgemaakt waar ik eigenlijk al bijna enkele jaren al een beetje mee bezig was. Los dat voor de zorgboog natuurlijk ook een heel mooi resultaat is, staat voor mij echt die medewerker centraal en zijn of haar werk gelukkig.